Hier staan allemaal paprika's en daar maken we allemaal kruisingen mee. De ene paprika is de andere niet? Nee, we hebben hier verschillende nummers allemaal in staan. En met zulke nummers maken we dan uiteindelijk nieuwe rassen mee. En daar valt geld mee te verdienen? Als je het goed doet, wel. Er is sprake van kweeksrechten. En dat kun je dus heel goed vergelijken ook met auteursrechten. Als iemand een boek geschreven heeft, mag niet iemand anders hetzelfde boek ook vermenigvuldigen en gaan verkopen. Nou, zo geldt het ook als wij dus een nieuw paprika-ras hebben. Zijn wij alleen van dat ras-eigenaar, maar niet van de eigenschappen die erin zitten. Dan mag iedereen dat ras van ons gebruiken om daar weer nieuwe rassen mee te maken. Waarom is het eigenlijk erg dat bedrijven proberen om dit soort eigenschappen tot hun eigendom te maken? Ja, het is gewoon absurd. Dat je eigenaar kunt worden van een eigenschap die gewoon in allerlei planten voorkomt al, allerlei rassen. En daar kun je dan zo ineens eigenaar van worden. Een groot bedrijf, bijvoorbeeld Syngenta of Monsanto, die wordt eigenaar van die plant. En dat betekent dat die niet meer zomaar door andere boeren of door veredelaars gebruikt kan worden om te planten of om mee te veredelen. En wat merk ik daarvan als ik een wortel of een paprika wil kopen? Dat straks de paprika's, de wortels en alle andere groentes alleen nog maar in handen zijn van Monsanto of Syngenta. Die zouden niet van een bedrijf mogen zijn, want het zijn eigenschappen die in de natuur voorkomen. Die heb je niet uitgevonden, dus daar zou geen octrooi op mogelijk moeten zijn. En een kijker, die zou zich zorgen moeten maken in zoverre dat hij zich moet bedenken dat er straks iemand de baas is over zijn of haar eten. Ja, zo kun je het wel zeggen. Die dan daar bepaalt eigenlijk van wat gaan we nog wel produceren, wat niet. Ik denk dat iedereen zich daar echt nadrukkelijk zorgen over moet maken. Want de natuur is van niemand. Exact.